Hoe vouw ik 16 vierkantjes? Ik heb een vouwblad. Ik begin met een rechte vouw. De punten op de punten. Met je vinger erover. Het vierkante vouwblad. Hé, we krijgen nou twee rechthoeken. Draai hem om. En ik ga weer een rechte vouw maken. Nu aan deze kant. Goed, met je vinger erover. Openmaken. En ik heb nu een recht kruis. Dat noemden ze vroeger ook wel het raam. Vier kleine raampjes en het kozijn. Ik wil 16 vierkantjes, dus ze moeten nog kleiner. Deze gaat nu naar de middenlijn. Naartoe vouwen. Ik draai het vouwblad om. En ik vouw deze ook naar de middenlijn. Dit noemen ze de grote kast. Met twee kastdeuren. Kastdeuren vouw ik open. En ik zie nu 8 rechthoeken. Die rechthoeken die willen nog een keer door midden, zodat die vierkantjes ontstaan. Ik maak ook kastdeuren aan deze kant. Kastdeur dicht. Goed met je vinger erover. Kastdeur dicht. En als je goed kijkt, heb je nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vierkantjes gevouwen.